Ik ben Alexander, ik ben 17 jaar. Ik woon in Keerbergen en ik ga in Den Bosco naar school. Ik zit in het vijfde, ik ben één jaartje blijven zitten, maar iedereen heeft al wel eens voor, dus voor mij maakt het niet echt veel uit. Als ik mensen niet heel goed ken, dan kan ik heel stil zijn. Maar als ik echt bij goede vrienden ben, dan kan ik soms wel luidruchtig of heel speels zijn. Maar als ik niet bij mijn vrienden zit, dan ga ik boven op mijn kamer zitten en begin ik een unboxing video te maken. Hallo jongens, mijn naam is Jules Toaster en vandaag heb ik voor jullie nog eens een unboxing video. Unboxing is eigenlijk opnemen van hoe dat jij een nieuw apparaat uit een doos gaat halen en zien wat er eigenlijk echt in die doos zit. Het is eigenlijk heel bekend ook in Amerika. Daar worden van alles een unboxing video gemaakt. Daarom ben ik er ook mee begonnen. Natuurlijk weer van die moesjes, zoals elke keer natuurlijk. Dat is echt leuk. Meestal weet ik echt wel wanneer ze het gaan leveren. En dan zit ik op school op spanning af te wachten. En dan ben ik echt wel benieuwd van wat het nu is en hoe dat eruit ziet en zo. De doos ziet er weer, zoals de meeste dozen van zo'n coole apparaten, heel nice uit. En natuurlijk een plastic schermpje om het apparaat al een beetje te zien. Sommige dozen zijn eigenlijk gewoon grijs of bruin of zo, zonder enig dingetje op. Maar je hebt ook zo van die dozen met echt leuke afbeeldingen op van het apparaat, zo met effecten erbij of zo. En dat zijn eigenlijk echt wel de leukste en de mooiste dozen. Ik ben zelf ook benieuwd hoe dat er eigenlijk niet echt uitziet. Vanaf het moment dat ik eigenlijk begin mij op te nemen, dan word ik ook eigenlijk echt een persoon dat echt heel hyper kan zijn. Mijn ouders vroegen zich af, amai, wat is die allemaal aan het doen? Maar dan heb ik het gewoon gezegd van ja, ik ben voor YouTube video's aan het maken. En dan wisten ze het ook wel van dat ze niet moesten storen. Ik hoop dat jullie deze video gaan liken, gaan abonneren en tot de volgende keer. Ciao. Iedereen vindt het natuurlijk wel echt spannend om een nieuw pakketje te krijgen, maar ik film het gewoon en zet het op YouTube en zo kunnen andere mensen er echt ook van genieten. Magazinski. Een programski over een jonge menski.